Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verbakel, Party en More. Welkom bij Zaak Lokaal, uw zakelijke tv-programma over het bedrijfsleven in Helmond en directe omgeving. Vandaag bij ons in de studio Ralf de Kort van Netwerkclub 0492. En we gaan op bezoek bij Lichtvoet BV op industrieterrein Zuidoost-Brabant. Ralf de Kort van Netwerkclub 0492. Ja, het klinkt een beetje als een old boys werkgroepje. Nou, dat is het. Is het niet. Dat ook? Nee, dat is het niet. We zijn een club enthousiaste ondernemers die, die smalls bij elkaar komen. En iedere vrijdagmorgen samen gaan vergaderen en ontbijten. Iedere vrijdagmorgen? Dan gaan jullie lekker bij elkaar zo'n uur of 10? 7 uur beginnen. 7 uur? 7 uur beginnen we. Ah, dat is mooi. Klokslag en om 8:30 zijn we weer klaar. Mm-hmm. Zodat iedereen keurig netjes op tijd aan de werkzaamheden kan beginnen. Oké, zitten jullie aan het ontbijt en waar hebben jullie dan over 's morgens? We hebben een vast programma. We gaan natuurlijk eerst naar het buffet. Mm-hmm. Na het buffet krijgen we een kleine intro van met bestuursmededelingen. Mm-hmm. Dan hebben we een netwerkclubje, een netwerkvoorzitter, die dan vervolgens een vast programma afloopt met vaste punten. En binnen dat hele verhaal kan ook iedereen iets vertellen over zijn of haar onderneming. Een pitch van 1 minuut. Een pitch, oké. Okay. En dan wordt daar verder ook op ingegaan en er worden ook vragen gesteld. Mensen over het bedrijf praten. Het is de bedoeling dat iedereen toch wel de gelegenheid krijgt. We hebben nu 22 leden inmiddels. Ja. We zijn in april begonnen. Het groeit flink. En het is wel de bedoeling dat iedereen ook die minuut de tijd krijgt om iets over het bedrijf te vertellen. En aan de hand krijgen we nog een presentatie van een van de ondernemers die 10 minuten lang iets over zijn bedrijf vertelt. En daarna hebben we ons rondje waarbij zaken worden gedaan en waarbij vragen kunnen worden gesteld. Ja, want kijk, de naam zegt het al, het is een netwerkclub. Dus ik neem aan dat de voornaamste bezigheid bestaat uit het netwerken. Ja, het is heel erg belangrijk dat je netwerk openstelt, je relaties openstelt. Mm-hmm. En als binnen onze club bijvoorbeeld iemand op zoek is naar een notaris of naar een schilder, dan kunnen wij die aanbevelen. Of hij zit bij ons, of we gaan binnen ons netwerk op zoek naar een notaris of schilder die voldoet aan de eisen. Ja, en nou zitten er 22 ondernemers 's morgens aan de dis, zou ik maar zeggen. Komen er nog meer bij? Zijn jullie op zoek naar nieuwe leden? We willen wel groeien. We willen groeien tot 35 leden. Maar iedere doelgroep is wel beschermd. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat houdt in. We hebben leden van een notaris tot een hovenier, accountant. Alleen die beroepsgroep is wel beschermd. Dus we hebben maar 1 notaris en 1 accountant. Want anders krijgen we problemen met als we elkaar willen gaan aanbevelen. Dat je keuze moet maken welke accountant je moet aanbevelen. Oké, dus er zit, zoals je zegt, 1 hovenier, 1 accountant. Dus als iemand bij jou bijvoorbeeld komt en zegt van, goh Ralf, weet jij voor mij geen goede notaris? Dan ga jij zoeken in het netwerk waar jij in zit. Ja, maar in dit geval zou ik dan altijd het lid van netwerkclub 0492 aanbevelen. Mm-hmm. Omdat het een van onze leden is. Ja. Daar hangt natuurlijk wel een zweem van exclusiviteit rondomheen. Hoezo? Het is wel een exclusieve club. Ja. Ja. Je komt er niet zomaar tussen. Nee, stel ik heb een goed lopend accountantskantoor, kom ik er niet zomaar in, omdat er al een accountant in zit. Ja, dat klopt. Is dan een kwestie van wie het eerst komt, het eerst maalt? Nee, want we hebben ook een lidmaatschapcoördinator en die gaat echt daadwerkelijk echt wel in je netwerk vroeten en kijken of je als lid geschikt bent om aan te schuiven. Mm-hmm. Want we zijn natuurlijk allemaal, denken we, sterke ondernemers en we willen er graag sterke ondernemers bij hebben. Ja. Je wilt je club eigenlijk solider maken. Exact. Ja. Ja, precies. En dan maakt het ook wat kosten. Nou, de kosten bedragen €400. Mm-hmm. Maar voor die €400 gaan we wel op een beurs staan. En waarbij dus we zijn een vereniging, de kosten van de beurs dragen. Mm-hmm. En die kosten bedragen altijd zo rond de €400. Dus daarmee krijg je zelfs weer je lidmaatschapsgeld terug.
En nou goed, dan zitten jullie elke vrijdag bij elkaar. Je doet daarnaast doe je dan nog een beurs. Maar ik kan me voorstellen dat je nog meer doet voor je leden. Nou, we proberen wel te werken aan bijvoorbeeld de presentatie. Mm-hmm. Want je moet je voorstellen dat er leden kunnen zijn die nooit iets te maken hebben gehad met presenteren of met hoe dat je jezelf, zeg maar, hoe dat je een pitch houdt. En die begeleiden we dan wel. We hebben ook mensen die nieuwe leden begeleiden. Hoe dat je op deze manier gewoon jezelf nog beter kunt presenteren. We houden ook uitjes en we organiseren van alles nog wat. Zoals golfdag en een motor. Er staat nou een motordag op het programma. Mm-hmm. Dus we zijn niet alleen aan het netwerken, maar we zijn ook echt puur onderling de club aan het aansterken. Het wordt ook een vriendenclub uiteindelijk. Is het al. Ja, dat is heel bijzonder, maar wel heel erg leuk. En ik kan me voorstellen, ik wil er wel heel erg graag bij. Ja. Dus ik kom bij zo'n lidmaatschapscoördinator. Ja. En wat vraagt die aan mij? Nou, iedereen is sowieso van harte welkom. Ook al hebben we... Welke beroepen zitten er bijvoorbeeld nog niet in? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou, we zijn heel erg op zoek naar bedrijven binnen de bouwwereld. Mm-hmm. En dan denk ik aan een bouwbedrijf, maar ook aan een architect, schilder, stucadoor. Mm-hmm. Binnen de bouw. De bouwsector is bij ons nog niet zo goed vertegenwoordigd. Nee. En dus dat is waar we erg naar op zoek zijn. We nodigen ook iedereen uit om aan te schuiven. En je kunt altijd twee keer sowieso aanschuiven zonder dat je iets wordt met betrekking tot lidmaatschap. Dat is gewoon... En dan kun je even snuffelen. Snuffelen, ja. Ja. En dat houdt ook kijken of het iets voor je is. Ja, precies. Ja. En dat houdt ook niet in dat, kijk, als we dan al bijvoorbeeld een websitebouwer hebben, dat je als websitebouwer niet welkom bent, kom gerust een keer langs, kom kijken hoe dat we doen en wat je ervan vindt. Ik ben geen websitebouwer, maar ik ben e-mailverzorger, bij wijze van spreken. Dus je maakt er een andere draai aan. Ja. Dus dan ben je ook welkom. In zo'n geval, ja, weet ik niet. De lidmaatschapcoördinator die gaat daarnaar. Ja. Die onderzoekt of bepaalde werkzaamheden elkaar niet overlappen. Want we moeten echt ervoor zorgen dat er een exclusiviteit is voor de beroepsgroep. Ja. Dat die alleen vertegenwoordigd is, die persoon. Okay. Ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Wat we nog allemaal van jullie gaan horen. Want volgens mij is het best wel spannend. Nou, het wordt heel leuk en enthousiast ontvangen in Helmond. En we horen ook hele leuke geluiden. En we hadden ook wel het gevoel dat we hier aan toe waren. Er zijn heel veel netwerkclubjes in Helmond. Maar dat is dan vaak 's avonds en gezellig met een borrel aan een bar. Dit is echt concreet zaken doen. En op een hele juiste en correcte en leuke manier. Een gezellige manier. En op een frisse manier aan de dag beginnen. Oké. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ik ben vandaag bij Lichtvoet, een grote speler op het gebied van rolstoelen en allerlei voorzieningen voor gehandicapten en voor mensen die wat langer thuis willen blijven wonen. Ik denk dat Lichtvoet in de regio wel een hulpbekende naam is, zeker van oudsher. Ja. Als we teruggaan in de tijd en terechtkomen op de Aalsterweg in Eindhoven, had je daar een fietsenzaak, Jacques Lichtvoet Philippe. En dat weet ik nog wel van vroeger, op het moment dat je in Eindhoven riep fiets, dan associeerde iedereen dat met Lichtvoet. Ja. En vanuit de fietsenzaken is uiteindelijk door de gebroeders Lichtvoet, François en Pax, die zijn in de revalidatietechniek gegaan. Mm-hmm. En zijn begonnen in Aalst, in een hele oude sigarenfabriek. En van daaruit aan de Gesterse straat een nieuw pand gebouwd. En dan praat ik inmiddels over ruim 36 jaar geleden. Mm-hmm. En van daaruit is het eigenlijk allemaal begonnen wat Lichtvoet revalidatietechniek betreft. En 10 jaar geleden is Lichtvoet verhuisd van Aalst naar Helmond om eigenlijk in de regio goed bedienend te kunnen zijn. Mm-hmm. En aan de juiste uitvalswegen te zitten. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Zo zijn ze terechtgekomen daar waar we nu zitten.
Maar dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden. En dat gaat nu gekeken naar de tijd waarin we nu zitten. En dan nog lichtvoet op het pand staat. Dat zou eigenlijk inmiddels al Medux moeten zijn. Ja. Of misschien wel Medipoint. Als iemand van buitenaf binnenkomt en die kijkt hier rond en dan ja, die zijn even de eerste minuten stil van wauw, nou en dit is nog maar een druppel. En dit is het centrale magazijn? Of dit, nee, dit is één hal. Dit is één hal? En we hebben 3 van deze hallen. Serieus? 4 van deze hallen. Vol met? Vol met ambevol. Ja, is dat ambevol? Alleen, dat is weer die verschillende markten. Dit is de WMO-hal, extramuraal. Ja. En de andere hallen die we straks zien, dat is intramuraal. En ja, wat moet ik me hier nou bij voorstellen? Hier staan heel veel rolstoelen, maar wachten die op uitlevering of reparatie? Of, ja. Wat is het? Nou, de meeste contracten die wij op dit moment hebben, zeker in deze regio, dat zijn huurcontracten. Ja. En dat wil dus zeggen dat wij eigendommen verhuren aan de opdrachtgever, de gemeente in dit geval. En dus al deze stoelen die hier staan, die fietsen, die rolstoelen, elektrische rolstoelen, scootmobielen, zijn allemaal eigendom van Medux, van Medipoint. En op het moment dat wij een aanvraag binnenkijken, dan gaan we kijken of er een match is met de aanvraag. En dan wordt zo'n middel uitgeleverd. Verstrekt. Ja, wordt verstrekt. Maar dat wordt op maat gemaakt? Nou, de meeste middelen zijn verkrijgbaar in een hele maatrange. En dan wordt gezocht vanuit het programma van IJs naar de juiste maat. Ja. En die hebben we op papier. En dan wordt gekeken, hebben we een match? Wat past? Of wat moeten we iets veranderen? En dan wordt zo'n middel uitgeleverd. Okay. Ja. Het is helemaal op maat gebouwd. Vast frame, RVS met polsterdelen en alles. Zoiets kun je niet uit een catalogus bestellen. Nee. Dat staat niet. Dus dan moet ook iemand, dat moet aangemeten worden. Ja, wordt aangemeten. Dan komt er ook iemand die zegt van nou, dit moet jij hebben. Precies, komt de technisch adviseur. Die komt of bij de mensen thuis of iemand komt hier in de showroom. En dan wordt alles, alle maten worden vastgelegd. En een monteur hier gaat met die maten aan de slag, bouwt hem op tot een basismodule en dan vindt een tussenpas plaats of alles klopt. Want en dit, dan wens is en dan wordt afgeserveerd. Dit ziet er dan redelijk uit als een standaard. Dat klopt, het ziet er redelijk uit als een standaard stoel. Ja, ja. We hebben hier een reinigingsstraat en waarom hebben we die hier? We komen in de hal van de zorgverzekeraars. Met andere woorden, iedereen in het land die gebruik maakt van een uitleenmiddel, alles wat met Brabant en Limburg te maken heeft, komt hier terecht. We hebben een bepaalde range aan uitleenproducten, van toiletstoel naar een hooglaagbed, een rolstoel, een pool, een bedverhoger, nou verzin het allemaal maar. En op het moment dat die terugkomen, dus gebruikt zijn, gaan ze eerst door de wasstraat voordat ze weer in de voorraad terechtkomen. En uiteindelijk kom je hier in het laadgedeelte. Ja. En dat is dusdanig opgezet dat de groene lijnen die bepalen uiteindelijk de omvang van een afleverbus. Ja. En alles wat klaargezet wordt, dat moet gekeken worden of dat erin past. Het moet binnen de lijntjes passen. Moet binnen de lijntjes passen, precies. Maar dus, en ook qua hoogte, dat heb je dan niet in de gaten natuurlijk. Hè? Nee, dat klopt, maar dat weet je. Maar de hoogte van de bus gebruiken ze bijna nooit. Nee. Ze stapelen geen 4 bedden op elkaar. Nee, lijkt me ook een beetje onzin.